Alors on dort. Alors on dort. Ik haat je. Waarom kan je hem niet gewoon accepteren zoals hij is? Hij is je niet waard. Je bent nog veel te jong. Het is een goede jongen en ik hou van hem. Je weet niet eens wat houden van is. Je bent nog veel te jong. Dat zal je later wel begrijpen. Ik wil niet meer dat je hem spreekt. Nou prima. Dan loop ik wel weg. Ik heb niet meer in de jeep. Ik heb mijn spullen gepakt. Ik had weer ruzie. Wil je me alsjeblieft komen halen? Oké, ik kom eraan. Waar ben je? Ik sta voor het Buis Lyceum. Weet je wel, daar op de Tolbelaan. Ik ben er over 5 minuten, schatje. Blijf daar. Oké, tot zo. Zo. 5 minuten later. Ik ben zo blij dat je er bent. Kom even gaan zitten. Nu hebben we echt alles wel met je gesproken. Hey, dit is Julia. Ze heeft ruzie thuis. Ze komt hier bij jullie logeren. Ja, dat kan. Prima hoor. Hoi, ja, echt heel erg fijn dat hier eens heen kunt komen. Echt heel erg bedankt. Ja, natuurlijk. Ja, ik heb heel erg ruzie thuis en ik kan me nu echt niet maken om terug te komen. Dus echt super bedankt dat ik hier mag blijven slapen. Wat? Hier mag ook komen slapen? Ja, dacht dat... even niet, hè? Je bent Nederlands. Doe normaal. Dus normaal. Het maakt het niet uit. Het maakt het niet uit dat ik Nederlands ben. Hallo, het is het Nederlands. Kijk dan, dat kan echt niet hoor. Mijn ouders. Alors on dort. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car alors on danse. Alors.